Nu Google Plus er definitief mee stopt, krijgen we van heel wat klanten de vraag: hoe zit dat dan met mijn smart site of mijn smart blog? In principe zou alles probleemloos automatisch moeten omgezet worden, maar om problemen te vermijden, raden we toch aan om naar je gebruikersinstellingen te gaan en daar je Google Plus profiel te veranderen in een Google Blogger profiel. We hebben een artikel geschreven die u hieronder kan vinden, waarin staat hoe u dat kan doen. Volg ons op YouTube, Facebook, Instagram of LinkedIn om regelmatig op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en belangrijke tips en ideeën rond het gebruik van je smart site of je smart blog.